Voorzitter, heel veel mensen in Nederland trekken het niet meer. De inflatie, de prijs van energie, de peperdure boodschappen zorgen ervoor dat ze moeten leven van ongelooflijk weinig geld. Mensen met een baan, mensen met een uitkering, mensen met een minimuminkomen, mensen met een modaal inkomen, hardwerkende Nederlanders die tot voor kort het hoofd nog maar net boven water konden houden, gaan nu massaal kopje onder. Het is vandaag 1 november en het Financieel Dagblad kopt vanmorgen dat er nog veel meer prijsverhogingen in de supermarkten op komst zijn. De gifbeker is nog lang niet leeg. Mensen hebben echt veel meer financiële hulp nodig dan ze nu krijgen. En niet over een paar maanden, maar nu, dit jaar nog. Voorzitter, ik heb de afgelopen weken mensen bezocht en die een beetje proberen te helpen met wat boodschappen. Mensen die soms maar 30 euro per week te besteden hebben. Die hun haar wassen met afwasmiddel omdat ze geen geld hebben voor shampoo. Die naar het ziekenhuis moeten voor nazorg naar een hersenbloeding, maar geen geld hebben voor het openbaar vervoer. Die 4 keer per week alleen maar brood eten of soms helemaal niets, zodat hun kinderen wel kunnen eten. Die de verwarming niet meer aan durven zetten. Die maar 1 keer per week 3 minuten douchen. Eén mevrouw zei: meneer Wilders, zo heeft het leven voor mij geen enkele zin meer. Ik hoef helemaal geen luxe, maar ik wil normaal boodschappen kunnen doen. Voorzitter, wat een leed, wat een verdriet kwam ik tegen. En wat een respect heb ik voor die mensen die het toch maar volhouden onder zulke mensonwaardige omstandigheden. Hoe sterk moet je zijn om dit allemaal te doorstaan? Een alleenstaande mevrouw die jarenlang in de ouderenzorg werkte en de pech had ook nog vreselijk ziek te worden, had geen rode cent meer te makken. En een andere mevrouw die ik in Zeeland bezocht, had het zo mogelijk nog veel moeilijker. Ze zat in zak en as, kwam nauwelijks nog het huis uit, want wat moet je als je maar een paar tientjes per week hebt om van te leven. Gelukkig had ze een geweldige vriendin, die zelf ook maar weinig geld had, maar toch hielp als het kon en haar soms een tientje leende. Voorzitter, ik schaam me om in een land te wonen waar mensen zo moeten leven, waar zoveel mensen financieel klem zitten. Ik zou ze allemaal persoonlijk willen helpen, maar dat kan natuurlijk niet. Maar het kabinet kan dat wel, althans kan veel meer doen dan ze nu doet en zeker voor dit jaar doen ze volstrekt te weinig en dat is onvergeeflijk. Ze helpen liever asielzoekers. Het is toch schandalig, voorzitter, dat asielzoekers in het land behalve gratis zorg zonder eigen risico ook gratis onderdak krijgen, zelfs op luxe cruiseschepen, met gratis verwarming, met 3 maaltijden per dag, met keuze uit verschillende soorten vlees, groenten, aardappelen en halve appeltaarten per persoon naar binnen werken als dessert. En ze mogen, voorzitter, als ze mogen blijven in Nederland, ook nog met voorrang een sociale huurwoning krijgen ten koste van de Nederlanders. Hoe ziek is dit land als we asielzoekers alles gratis geven en Nederlanders die hier hun hele leven lang hebben gewoond en gewerkt laten stikken? Hoe ziek is dit land als onze eigen mensen tot op het bot worden vernederd en gediscrimineerd en het vaak zelfs slechter hebben dan alle asielzoekers? Hoe ziek is dit land als zelfs chronisch zieken met hoge energiekosten vanwege een elektrische stoel of een thuisdialyse, niks elektrische rolstoel of een thuisdialyse, niks extra's krijgen van dit kabinet? Voorzitter, de PVV wil nog dit jaar extra financiële steunmaatregelen. Zet de BTW op boodschappen en op energie. Maar op 0%. Geef de mensen in november en december 2 keer 500 euro korting op hun energierekening in plaats van 190 euro. Schaf het eigen risico af. Voorzitter, dat is wel het minste wat er moet gebeuren. Mensen moeten uit de armoede worden gehaald. Het is een schande dat terwijl het energieplafond nog niet eens is ingevoerd, minister Kaag nu al bij RTL Nieuws vanmorgen voorsorteert op het afschaffen ervan. Er moet niet minder, maar meer gebeuren voor de mensen in financiële problemen in Nederland. Is de minister dat met mij eens en wat gaat zij daaraan doen? Dank u wel, meneer Wilders. En dan geef ik het woord aan...